Kun je vertellen wie je bent? Ja, mijn naam is Sergio van der Pluim. Ik ben trainer en coach. En ik ga in dit filmpje iets vertellen over acceptance en commitment training. Acceptance en commitment training, wat is dat? Het is van oorsprong een therapievorm die je ook heel goed in coaching kunt inzetten. Omdat het heel snel werkt. En omdat je heel erg in het hier en nu blijft. In plaats van heel erg te gaan graven in het verleden van mensen. En omdat je mensen uitnodigt om snel tot actie over te gaan. De naam zegt het al, ACT. Van oorsprong Acceptance and Commitment Therapy. En als we het in coaching inzetten noemen we training, omdat we die T graag willen behouden. Maar we willen dus dat mensen in actie komen. Want zolang je blijft praten over je problemen, verandert er vaak niet zo heel veel. En hoe werkt dat in de praktijk? Er is een mooie uitspraak van Teresa de Avila. Veel mensen kennen hem wel. Geef me de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen. En de moed om te accepteren wat ik niet kan veranderen. En de wijsheid om het verschil te kennen. En dat is eigenlijk wat ACT doet in een notendop. De commitmentkant die leert mensen om zich te committeren aan hun persoonlijke waarden. Die dingen in hun leven die ze diep in hun hart belangrijk vinden. Het is voor iedereen anders, maar denk aan dingen als creativiteit, ondernemerschap, speelsheid, ouderschap, humor, vrijheid, innerlijke rust. En als je die voor jezelf helder hebt, dan kun je daar stapje voor stapje steeds meer naar gaan leven. En dat is niet makkelijk, want anders hadden mensen het al gedaan. En de acceptance kant leert mensen om te accepteren dat daar soms lastige gevoelens en gedachten bij komen kijken. En die leert je om daar ruimte voor te maken in plaats van er tegen te vechten. Er is een andere mooie uitspraak die gaat als volgt. Die gaat over hoe je met moeilijke gedachten en gevoelens om kunt gaan. Als je er tegen vecht, vecht het terug. Als je ervoor vlucht, komt het je achterna. En als je het laat zijn, dan kan het ook gaan. En dat in ACT leer je mensen hoe ze dat kunnen doen. Oké. En hoe is dat ontstaan? De belangrijkste ontwikkelaar is Steve Hayes. En dat is echt een wetenschapper, die heeft er heel veel onderzoek naar gedaan. Die is er al 20, 30 jaar mee bezig. Maar het is echt een wetenschapper. Het is niet zo'n geweldige schrijver, vind ik persoonlijk. Maar Russ Harris, dat is een Australische arts, dat is weer een geweldige schrijver. En die heeft ACT voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Die heeft leuke boeken over geschreven. Zoals The Happiness Trap, die is vertaald als de valstrik van het geluk. En The Confidence Gap en The Reality Slap. Hij heeft een leuke naam. En ik meen dat die twee ook al vertaald zijn. En dat zijn boeken lezen lekker weg. En die geven een mooi beeld van wat ACT inhoudt. En voor welke doelgroep is ACT geschikt? Ja, eigenlijk voor iedereen die nog niet naar zijn waarde leeft. En dat geldt voor heel veel mensen, denk ik. Ik denk dat misschien de Dalai Lama dat die wel heel erg naar zijn waarde leeft. Maar dat zijn er niet veel. Maar zonder gekheid, voor mensen die nog een beetje stuurloos zijn in het leven, die niet zo goed weten van wat is nou mijn richting, welke richting wil ik me ontplooien. Ook wel voor mensen die nog niet helemaal uit de verf komen, die wel het gevoel hebben, er zit meer in, maar het komt er nog niet uit. Voor mensen die vermijdend zijn, die lastige gevoelens en gedachten willen vermijden en daardoor niet echt in actie komen. Voor die doelgroep onder andere. Oké, dankjewel voor de samenvatting. Graag gedaan.